Club 3 komt met een derde album waar ook twee Nederlandstalige nummers opstaan. Jan Smit wil met het project hier doen aan het originele idee van de overleden manager Jaap Boeis. Het succes komt ook hem toe. Aldus Smit in gesprek met nu punt Namelijk Buys, met wie Smit vanaf 1996 samenwerkte totdat hij op 28 juni 2015 overleed aan de gevolgen van slokdarmkanker, wilde dat de Volendamse zanger nog een keer groot zou worden in Duitsland. Nadat hij in zijn kinderjaren de ster werd in ons buurland. Samen met de Duitse Florian Silbereisen en de Belg Christophe de Bolle heeft Smit het opnieuw gemaakt in Duitsland. Het project Club 3 wil Smit voor Buis laten slagen. Ik merk aan mijzelf dat ik automatisch een stap harder doe om dit te laten slagen. Voor Jaap, maar ook voor mijzelf. Ik wil hem trots maken. Het succes dat wij hebben, komt hem ook toe. Ook de Bolle werkte jarenlang samen met Buis. Ik en Christophe al 18 jaar. Wij traden vroeger ook al samen op en toen hij geen rijbewijs had. Reed hij met Jaap en mij mee, wij hebben samen veel meegemaakt. Nederlandstalig op het album Weer werden Nimmer Meer, Wij worden steeds meer, Red, heeft het rietal twee Nederlandstalige nummers opgenomen, zoals de titel al zegt, wij worden steeds groter en groter. De kleine koerswijziging door twee niet-Duitse nummers op te nemen, komt volgens Smit voort uit de vraag naar Nederlandstalige slagermuziek. De overstap van Duitsland naar Nederland is voor Smit een prettige, of het nou op wintersport, in Koegen of op internet was. De vraag naar Nederlandse muziek van Club 3 was groot. Wij willen met deze nummers onze fans bedienen. De komende maanden staat alles in het leven van Smit in het teken van Club 3, omdat het weer een eerste keer is in een ander land begint alles weer helemaal opnieuw. Daardoor moet je extra je best doen. Mede daarom hebben wij alle drie onze agenda's voor een half jaar op elkaar afgestemd. Wij moeten zichtbaar worden en dat kan alleen als je er alle tijd en energie in steekt. Smit is niet bang dat zijn eigen carrière leidt onder de vele verplichtingen en promotionele activiteiten die Club 3 met zich meebrengt. Het is een gezamenlijk project waar wij allemaal vol inzetten. We willen succes bereiken met deze groep en daarvoor moeten onze eigen carrière 7 wijken. Die lopen heus niet weg. Tournee vanaf 3 april gaat club 3 op tournee. Maar liefst 30 live optredens staan er gepland van Das Grosse Slagerfest 2018. Voordat het zover is, gaat Smit allerlei promoties doen. In Nederland gaat dat redelijk vanzelf met Joost als Sinek en RTL Late echt. Maar in Duitsland zullen we het op een andere manier moeten aanpakken. Daar treden wij op in slagershows en dergelijke. Elk land heeft zijn eigen cultuur en daar moeten wij de beste dingen uit zien te halen om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Hoewel de 32-jarige zanger blij is met het succes van Club 3 en in het verleden al populair was over de grens, is hij eerlijk genoeg om te zeggen dat de internationale allure ook voor hem onverwacht kwam. De focus lag enkel op Duitsland, ook omdat wij alleen maar Duitse muziek maakten. Maar nu wij in meerdere landen goud en platina hebben gehaald, moeten wij ook doorpakken. Al moet ik zeggen dat wij niet hadden kunnen bevroeden dat het zo groot zou worden. Het begon eigenlijk als een grap. Doorbraak in België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is Club 3 al doorgebroken. Nu komt Nederland daar als vijfde land bij. Het internationale trio verbindt de verschillende fans in landen met elkaar. Wij zijn een Europese band, dus dat gaat eigenlijk automatisch. Fans volgen ons. Maar het gebeurt ook zeker onbewust en niet alleen op muzikaal vlak. Allerlei zaken hebben overlap met elkaar. Zelfs privézaken. Dat maakt het ook zo'n mooi gezelschap. Club 3 gaat het derde levensjaar in en volgens Smit kan het trio nu gaan oogsten. De eerste twee jaar was het alleen maar investeren. Aan de andere kant, als je niet kunt delen. Kun je ook niet vermenigvuldigen. Verder was het niet de hoofdmoed om voor het geld te gaan met Club 3. Maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat de CD verkopen en dergelijke niet welkom zijn. Al is het hoofddoel nog steeds plezier maken en daarmee ziet het wel goed bij Club 3.